Flevoland werkt voor mensen met mogelijkheden. Nou, bij Tesla kweken we bloemen en daar heb je handen voor nodig. En iedereen die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt kan hier ook gewoon proberen om weer aan het werk te komen. Wij zijn hier in Luttelgeest en wij hebben hier nagenoeg geen openbaar vervoer. Dus houdt in als je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt eigenlijk moet ophalen. En daar hebben wij bedrijfsvervoer voor geregeld. En soms moet je ze wat extra aandacht geven, nog een keer extra uitleggen, wat extra vragen hoe het met ze gaat. Dan krijg je er ook weer heel veel voor terug. Omdat ik vind dat iedereen die kan werken en wil werken een plek moet hebben om te werken. En of daar nou speciale afspraken voor nodig zijn of omstandigheden, dan vind ik dat we daar mogelijkheden naartoe moeten zoeken. Ik heb jaren in de kas gewerkt en ik heb een paar jaar zonder werk gezeten. En nu kwam ik weer in een nieuw project terecht en via de werkcoöperatie ben ik hier weer terechtgekomen. En ik voel me op mijn plek hier zo. Het begint vanmorgen om 7 uur. En dan tot 4:30 en dan gewasonderhoud en verdere dingen die te pas komen voor mij, wat ik kan doen, zeg maar. Lekker bezig zijn met de planten en het is overal verschillend en lekker bezig zijn met je handen en lekker doen wat ik leuk vind. Ik hoop dat ik mag blijven. Ik heb nu een jaarcontract en ik hoop dat ik hier kan blijven tot zolang het mogelijk is. De werkcoöperatie bemiddelt tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en tussen werkgevers. Ik was toen voor het eerst bij Tesla, toen Bert hier begon. En hebben we bekeken of het past, dus of Bert zijn werkzaamheden passen binnen het bedrijf met de beperkingen die hij heeft. Nou, het past heel goed en zo is hij hier terechtgekomen. Bij Bert was het zo dat hij uren op moest bouwen en dat we moesten kijken welke werkzaamheden hij wel en niet kon. En dat hebben we in samenwerking met Tesla goed op kunnen pakken. Uiteindelijk is hij hier begonnen, heb ik meer de randzaken geregeld en een jobcoach ingeschakeld en de papierdingen geregeld. Nou, voor werkgevers is het interessant voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je geeft mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt een goede plek in de samenleving. Het is niet zo dat ze thuis moeten zitten en niets kunnen doen, maar ze zijn echt wel een toevoeging aan het bedrijf.